Vooral shopgrage meisjes konden niet wachten totdat de Primark voor de eerste keer openging. Al is shoppen natuurlijk niet alleen voor meisjes. Hoe laat was jij hier? 5 uur. 5 uur? 5 uur. Waarom zo vroeg? Omdat ik dacht dat het al heel druk zou zijn. Hoeveel ga je uitgeven vandaag? Ik ga vandaag 40 euro uitgeven en kijk hoe ver ik kom. Ja, je valt hier wel op als enige jongen tussen al die meiden. Ja. Ach ja. Echte shopaholic? Ja, ik vind het wel leuk om even te winkelen, ja. En wie wil dat nou niet? Veel voor weinig. Ik vind het wel gaaf, want het is heel goedkoop. En je kan er toch leuke kleren scoren, volgens mij. Ja, het is gewoon spectaculair hoe de prijzen zijn. Want normaal betaal je 20 euro voor een broek en hier nog maar 4 euro. Dat is zeker goedkoop. Truien, broeken, schoenen, je kunt het er allemaal kopen voor een prikkie. Precies om 11 uur ging de winkel open. En het was druk, alsof de winkel vandaag nog leeggekocht moest worden. De winkel in Eindhoven is de 6e winkel in Nederland en de grootste van de Benelux.